Goedemorgen en welkom bij Vlogmas dag 22, 23, hoeveel is het vandaag? 23ste al? 23. We beginnen de dag met Instagram foto's maken, want het is bijna kerst en ik heb al weinig geüpload de laatste tijd. Dus ik ga een Instagram fotootje maken nu. Ja, ik ben een beetje inspiratieloos qua kerst feeling foto, dus ik weet niet zo goed wat ik moet doen. Wat gaan we eens doen? Ik had dus, is die in het filmen? Ja. Normaal heb ik dus, doe ik even iets leuks aan voor een foto. Ik heb zo weinig zin om dat te doen vandaag. Misschien dat het dadelijk komt. Want eerst komt mijn goede vriend Bas langs, helemaal uit Groningen, om deze verrekte kast mee te nemen. En misschien nog wel meer, want we hebben nog wat stoelen in de berging staan die we, ja, waar we vanaf moeten. Misschien kan hij ze gebruiken. En een bureau. Dus mag die allemaal meenemen. Hij is helemaal vanuit Groningen gekomen om het op te halen. Dus... dikke shout-out naar Bas, want ik ben blij dat die kast weg is en dat die niet op de brandstapel gaat, maar gewoon naar iemand gaat die er wat aan heeft. Dus ja, lekker. Die komt zo aan. Hij is 17, 18 minuten te laat, maar hij hebt al dat hij 40 minuten te laat zou zijn omdat iemand zich verslapen had. En nou weet ik niet of het hij het was of zijn zusje. We gaan zien. In ieder geval ga ik eventjes chillen. Yay! Bas heeft de kast opgehaald. Het is eindelijk weer een beetje opgeruimd in mijn huis. Yes! Het is officieel nog niet mijn huis. Ik zie er op dit moment een beetje gek uit. Gewoon, ik dacht kerstdraai, woehoe, jurkje, rok, panty, lala. Nou ja, niet echt heel mooi. Kijk, ik zie er zo uit. Ik heb dus die fleece panty aan, dus dat is niet echt charmant. En dan een jurkje, heel saai, zwart. En dan mijn kersttrui. En ik dacht, dit kan ik best rocken naar de kerstborrelachtig wat ik dadelijk heb. En toen zag ik een foto van iemand die een blouse aan had. En toen dacht ik, Marco, waarom doe je blouse aan? Nu moet ik ook mooi eruit zien. Dus nu ga ik naar mijn kast kijken wat ik nou aan kan doen. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik heb ook niet zoveel hier hangen. Dit is mijn plankie. Waar ga ik voor? Ik weet het niet. Help! Oké, dit is het geworden. Trui. Lekker zacht truitje die ik redelijk nieuw heb. En dan... ik kan niet iets in mijn zak doen als je dit rokje aan hebt. Leren rokje. En dan hou ik wel lekker die panty aan, want... die zit lekker warm. Hoewel het mooier zou zijn met een doorschijnende panty. Doe ik er nog een hakje onder zo. En dan vind ik dat het best kan. Oh yes. Sushi eten. Dit is het geworden. Gewone panty met over knee. Haren gesteld. Oh, ik wilde net vlog. Dat heb ik al gezegd. Voor het toetje. Ik moest van Nicky een kersttrui aan. Alleen ik heb dus maar één kersttrui die niet zo mooi stond hierbij. Maar Nicky had de kersttrui, dus nu heb ik Nicky's kersttrui aan. Vet leuk! Het is een sneeuwpop met zo'n neusje en staat best leuk hierop. Deze krijg je niet meer terug. Volgens mij heb ik helemaal niet verteld wat ik ging doen. Of wel wat, maar niet met wie. Ik ben nou een uurtje gaan rijden. Ik word al een beetje gaar van rijden. Naar Zwolle, want ik ga mini golf doen. Of glow golf. Met wat vrienden van Twitch. En daarna sushi eten. En ik heb vooral heel veel zin in de sushi. Misschien kan ik de golf skippen. En gewoon alvast aan de sushi beginnen. Ik weet niet of dat mag. Maar ik ben in ieder geval aangekomen. Dus ik ga nu lekker naar binnen. Ik zie hier al mijn vrienden van Twitch. Kijk jongens, ik heb wel één vriend. Het is Lindsay. Grapje, ik heb er twee. Wessel is... Wessel is geen vriend. Ja. Jeff is er, Davy. En Dominique. Oh, ik kijk het meeste uit naar de sushi. Ja. Ja? Spontaan gaat hij glimlachen. We zijn hier met Do. En met Davy. Davy is in de house. Matthias is er ook. We hebben Marla.
Dank je. Ik heb een veel stand cocktail. Oh, en we hebben Lindsay. Hoi Lindsay. Hi. Kijk maar naar jezelf. Hi. En dat is een hele ongemakkelijke vlog. En welke vlogmas komen we nou in? Vlogmasdag 23. Ja, 23. Wanneer komt die online? Eerst kerstdag. Nee. Na kerst. Ik ben een beetje aan het lopen. Deze komt voor de tweede kerstdag online. Dus met z'n allemaal een fijne kerstdag. Fijne kerst allemaal. Leuk. Ik hoop dat jullie geen buikpijn hebben van gisteren. Oh. Nou, dit is wel heel dichtbij hoor. Dit is wel eng. Ja, close-up. Nou, en nu zijn we met die haar fotostel aan het maken. Ik denk dat hier wel wat geknipt gaat worden. Ja. Ja. Een hele mooie vlog. We zijn hier met de squad. Ja, leuk. Daarachter zijn Marla. Marla staat erachter. En Jeroen. En Jeroen. En Marco. En Mathia is met haar vliegeltje aan het spelen. Ja, dat is nieuw. En ja, fijne feestdagen. Het bestond er niet aan. Allemaal opgepakt. Oké, ik begin wel. Mathia begint natuurlijk. Oh mijn god, deze is heet. We zijn er weer, Kinka is erbij gekomen. Ik ben ook wel bij. En Matthias een vreetzak. Kijk maar, Matthias is heel veel aan het vreten. Matthias is gewoon echt. Weet je waar je het over hebt? Het is kerstmis. Geniet van het leven met kerstmachen. In januari gaan we met z'n allen. Fit girls worden en heel veel eten. Ik wil nog een kaartje. Kijk maar, Mathia pakt gelijk nog eentje bij. Typisch Mathia weer. En ja, verder. Dit is vlogmas 23. Alweer. Fijne feestdagen nogmaals. En deze zit er ook lekker vol proppen. Lekker. Heel lekker. Denk je wat die kerst al aan doet? Oh ja. Help! Lint, steek je tong eens uit. Ja, dan mag je hem even een stukje eraf, vind ik. Oh. Nee, jongen, dat is vier. Oh, wat pech. Die dingen zijn even. Ja. Yes. Boven de 6 is erin, is er 10. Dames en heren, hier ziet u live de enige echte Mathia die een hole in one gaat halen. Dat scheelde helemaal niet veel. Nee, het scheelde weinig. Oh, dat mag niet. Tuurlijk mag dat wel. Hij is gewoon loopt niet eroverheen. Wacht op. Dat is gewoon. Je zit in hetzelfde team, maar. 3, dat is 4. Ik ben top talentje, ja ja. Mini golf gaat fout. 4. Even op camera vastleggen dat ik heb gewonnen. Dat ben ik. Dat is helemaal niet waar, dat is Marla. Wat nee, zeg jij? Marla is deze. Ik heb echt gewonnen hoor, Kinka. Oké. Het is even later, we zijn... Hey Marla, ik had je hem niet gezien. We zijn nu... In Blue Sakura. Blue Sakura voor sushi en grill. Heel lekker. Hey, daar hebben we onze Lindsay. De overwinningsmaaltijd naar binnen choppen. En de loser maaltijd. Ik heb ook gewonnen met. Dit is een zwoel. We zijn hier aan het eten met de Mad Squad. Lekker kerstborrelen. We hebben net geglogeld. En Kinka, hoe is je eten? Lekker hoor. Lindsay. No? Wat is er? Hoe is je eten? Heerlijk. Ik weet niet wat Jeroen aan het doen is, maar... En hoe is je eten? Echt heel erg lekker. En de rest van de wat. Hoe doe je dat? Maar ik kan pas die aan. Vlog takeover. Hi, met je mooie neus. Dat neusje. Hoe vind je het? Leuk. Ook lekker? Ja. Ik heb verloren. We zijn nog wat voorbereiding
aan het doen voor kerst. Maar als jullie dit zien, is de kerst al geweest. Dus het is tweede kerstdag. Hoe laat? Weet je nog? Vijf uur. Dus dan... Ik kreeg de groepen en cadeaus. Spread the love. Niet zo oud. Spread the love. It's Christmas. Nee joh, we zijn geen alcoholisten. Al die cocktails. Ja, cocktails. Lekker.